Wij gaan verder hier naar boven op zoek naar veiligheid. Oh, komt hij net weer tot leven. Kijk het op de map, ja. Hier naar links en dan naar boven. Daar ben ik nog niet geweest. Wat is hier? Een lange gang. Oh. Een soort van mozaïek warrior. Dit werkt. Zwaard in je hoofd. Execute 5 enemies. Oké. Okay. Hier is weer zo'n renman. Vaker gezien die renmannen. Daar is een deur, maar er is ook een boventje. Speer en in die bel. Ik ben echt dom. Waarom loop ik in die speren, joh? Ik spring tegen die bel aan. Ik allemaal onnodige damage mee, hè? Daarboven ligt een item. Is dat het enige wat mij deze route oplevert? Items zijn altijd meegenomen. Consecrated Amethyst. Great protection against magical attacks. En een trap omhoog. Ja, ja, ik klem. Sticky keys. Ah, Windows. Kutprogramma. Hey, hier is hij weer. Oh, my sins. Is a long journey filled with reflection not enough? Hij is bij het einde. What of the calluses on the feet, the cramps in the legs? De man die wij de hele game door geholpen hebben, is hier bij het standbeeld van zijn held. Seemeth never to set. And what about the torturing of the mind when guilt pierceth our hearts time after time? What more punishment do ye want, O sins of mine?
thou art before the first pilgrim. The first, this old limestone statue was erected. It was then that the miracle carried him in. Goed, daar zitten we hier. Die man is hier. Master. What a barefoot master. Ik kan hier niks. Ik heb die hele pilgrimage van die man, heb ik hem mee geholpen. En het levert mij niets op, niets. Niets. Het levert mij niets op. Dat is toch gek, hè? Oos? The Great Sensor. Great Sensor. Is daar een route naar boven? Nee, ik zoek eerst even een healing plekje, want ik ben bijna dood. Het lijkt niet hier te zijn. Trap naar beneden gecreëerd. Dat is een grote lansman. Even uitkijken. Ik spring naar beneden. Heel dom. Aan de andere kant. Hier is een healing plekje, hier links. Dus laten we die even pakken voordat we doodgaan. Dan kunnen we daarna weer verder. Not of the three words. Kijk, even healen. Even al die flesjes replenishen. En dan weer door. Want ik heb wel weer een stukje ontdekt. En door hier dus die ladders los te maken, kunnen we ook verder. Verder. Vijanden genoeg. Pakken we allemaal aan. Waar gaat het heen? Hier is weer een plek om een shortcut te openen. Ja.
Sterker nog, een shortcut op een plek waar ik al ben geweest. En niet helemaal. Trapezoid. En daar ben ik dan inderdaad al geweest. Ik kan nog wel naar rechts onder, maar goed, laten we eerst naar links gaan. Laten we eerst naar links gaan. Had ik ook kunnen dodgen? Dit is zo weer een beetje dom dat ik mezelf weer zo vaak laat hitten. Die had ik kunnen executen. Vijandig genoeg. Wat is hier? Een knop. Twee gouden kelken. Dit is weer een fast travel. Ah, een vogel. Een item. Coxel of June, the prostitute. Oké. Nou, kom jij maar hier naartoe, renman. Dom. Daar is weer een shortcut die we kunnen creëren. Hier een nieuwe plek. Art Cathedral Rooftops. Nou, in dat geval ga ik eerst die deur nog eventjes bekijken. Voordat we naar een nieuwe plek gaan. En wat is dan hier? Oh, dit is weer een You Are Free of Guilt locatie. You Are Free of Guilt. In dat geval gaan we dan toch maar naar de rooftops. Nou, wat is hier dan, hè? Wat is hier dan? Ja, dit... Lijkt me niet dat ik daar in één keer naar beneden ga springen. Lijkt me niet verstandig. Shit, een man in een kooi. Een vreemde constructie weer, zeg.
vogels met vier hoofden. Veilige onderlangsplateaus. Hier zit deze beesten. Die horen ook aan elkaar vast, die twee. Jongen, jongen. Ja, alles wat ik van onderaf kan pakken is makkelijk meegenomen. Dat levert me wel weer XP op, hè? Of geld bedoel ik. Wat is dit? Do you want to give embossed masks of crescente? Ja, als ik het heb, waarom niet? Nothing happened. Vermoedelijk moet ik hier meerdere embossed masks vinden. Bosje. Mark of the First Refuge. Sign of protection. Het wordt hier weer bijzonder uitgedaagd. Want nu ben ik in één keer bij een andere kleur weer op de map. Nu spant hier een normale vijand. Ik kon hier verder terug, kon ik nog iets omhoog. Ik heb hier een mask ingedaan, één van de drie. Waar ook wel weer iets mee mogelijk lijkt. Rips of Sapnok the Guardian. Daar kan ik dan vervolgens weer niet heen. Oké. Dan moet ik toch verder naar rechts. Want die lift werkt nog niet. Ik kan daar niet verder. Dan gaan we toch naar rechts waar we net waren. Dit werkt blijkbaar toch. Door het geven van een masker. Wacht even, wat gebeurt hier allemaal?
weer zo'n gekooide man. Ik koop weer al mijn flesjes dit. Dit is die lift waar ik net was. Ja, die heb ik nu aangezet. Ja, die lift waar ik net was, heb ik nu aangezet. Vogels pakken we aan. Okay, ik noem het vogels, er zijn wel geen vogels natuurlijk. Vliegende hoofdpoppen. Dit is weer een plek om een shortcut te creëren. Wat ook prima kan. En wat ik ook ga doen, dan ga ik eerst even die healing shrine pakken, want ik heb geen flesjes meer. Is dat hier? Ja. Ik heb geen flesjes meer, dan pak ik eerst nog even deze. Dan heb ik al mijn flesjes weer terug en dan gaan we naar boven. Ook weer terug. Dan loop ik even in die vuurbol, ja. Dat kan niet in één keer. Dan gaan we daar toch verder naar boven verkennen. Kom, lift, kom. Ik moet van plateautje naar plateautje. Timer, dit is lastig. Dat valt mee. Het zag er lastiger uit dan dat het was. Ik dacht het komt er niet uit, maar het kwam toch wel uit. Ik laat mezelf even twee keer hitten. Ik kocht een flesje. Kost me nog een flesje, omdat hier een vuurbeest is die ik niet had gezien. Ben ik nou weer Wall of the Holy Prohibitions? Metal tree. Oos.
twee van die grote beesten gekild in de duisternis. Dan kom ik weer bij een save point. Wall of the Holy Prohibitions. The Iron Tree, maar wat is hier dan? Hier is een muur, een deur. You need key of the secular to open this door. Die heb ik niet. Daar kan ik niet naartoe vanaf deze kant. Zit er weer. You need key of the scribe to open this door. Spring op de beest. Up and down, worse than pain. Key of the secular, nee, die heb ik nog steeds niet. Oké, bruine deuren, key of the secular. Gouden deuren. Key of the Inquisitor, die heb ik. Die heb ik gekocht. Bij die handelaar. Die had ik gekocht bij die handelaar. Dat brengt mij naar een kist. Een empty bile vessel, kijk. Een extra flesje. En die key had ik gekocht bij die handelaar. Maar er zijn dus nog twee keys mogelijk. Moet ik die dan ook kopen bij andere handelaars? Is dat het? Daar kan ik niet heen. En hier ben ik begonnen. Nee, hier was ik net geweest. Daar kon ik ook niet heen. Nee. Nou, dan is dit inderdaad niet de plek waar ik nu moet zijn. Daar kan ik ook niet heen. Zo moet ik wel verder naar rechts. Dit is echt dom. Ik loop gewoon naast het plateautje. Waarom? Waarom loop ik naast het plateautje? Ik denk omdat ik dom ben. Ik loop zelf naast het plateautje.
Killed fragment recovered. Echt dom. Naast het plateautje lopen. Killen wat we killen kunnen. Killen is geld. Hier moet ik dan verder omhoog als het kan. Kan niet. Ja, dat kan wel. Nou, hij gaat tot hier. Verder kan ik niet. Omdat die lift niet geactiveerd is. Dan kan ik hier nog heen en dan naar rechts. Wat een vijanden, joh. Wat een vijanden. Kijk, hier vanaf die lift ben ik nog niet naar rechts geweest. Waar weer zo'nzelfde bos is als net. Stikke keys. Hou op, Windows. Niemand houdt van je Windows. You have acquired mark of the second refuge. En de first had ik al, dit is dan de second. En dit loopt dood. Hé? Oké, wat dan? Wat dan? Wat is dan de route? Zo vind ik dan toch wel wat. Maar dit was de first refuge. Oh, hier ben ik nog niet op onderzoek uit geweest. Als ik nou de ding aanzet van protection against poison. Welke was dat? Deze. Oh wacht, dat had ik net aan, maar dat deed niks. Adds extra thrust while in the air. Inderdaad iets vinden voor in de voor poison inderdaad.
dat ik daar doorheen kan. Hier ben ik nog niet geweest, maar hier was niet zo'n Guardian. Hier is wel een save point. En een hendel. Geef mij een hele lange trap. Kom ik hier uit? Wat is hier links dan? Oh, hier ben ik er niet geweest. Dit hoort nog bij de Mother of Mothers. Kunnen hebben, maar ja. Ik werd even gepest. Die kan ik van onderaf slaan. Dan kan ik hem ook mee aanpakken. Item. Femur of Carpo, de bounty hunter. Alles wat we van onderaf kunnen killen kost me geen moeite. Zwiepende vaasjes. Beetje hielen. Ik weer zo'n engeltje erbij pakken. Wat is hier? Een save point. Weer een save point. Dit leidt weer naar niks nieuws. Nou moet ik oppassen, want nou loop ik in twee dingen tegelijk. Wat is dit voor een ruimte? Hoes? Welke ja dit? De Exhumed Archbishop. Oh ja, je moet die armen eronder uitslaan en daarna hem op zijn bek slaan. Dat is de bedoeling, denk ik. Ja. Dat is inderdaad de bedoeling. Die armen eronder uitslaan en dan hem op zijn bek slaan. En uitkijken dat ik niet op mijn bek word geslagen. Uitkijken voor die heintjes. En voor die staf. Want hij hit mij met alles. Kan ik hem niet hitten omdat daar een laser loopt?
mijn laatste flesje. En ik laat me gewoon weer prikken. Laat me weer prikken. Dit is gewoon dom. Dit is dom. Dit kost me al mijn flesjes. Onnodig. Onnodig. Weer laat ik mij prikken. Weer laat ik mij prikken. Dit is te overzien. Maar ik moet geen domme dingen doen. En dat is moeilijk. He? Geen domme dingen doen is moeilijk. Als domme man zijnde. Maar dit lijkt ook een optional boss. Blijf een beetje weg bij die stad. Oh. Eerst wat ik doe. In de eerste laser die er is, ga ik erin zitten. Terwijl ik net nog zeg, niet dom doen. Weg uit de lasers, weg met die handjes. Jezelf niet laten prikken. Wegwezen met die handjes, wegwezen met de lasers. Oké, blijkbaar kan hij 2 meter verder op schieten. Het is ook vervelend als ik hem dan net kan hitten. Maar dat er dan net een laser is. Waardoor ik hem niet kan hitten. Gewoon met mijn domme hoofd weer in een attack lopen. Tweemaal. Uitkijken handjes. Met een kwiade. Ik loop er weer in. Ik loop er weer in. Oh. Weer net gelezen dat ik hem wil slaan. Ai, 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 ai. Net gelezen dat ik hem wil slaan. Ja, ja, niks aan te doen. Ik blijf erin lopen. Loop gewoon daar zijn effect toe over. Melchiades. Hij is bijna dood. Maar terwijl hij bijna dood is, laat ik mezelf eerst nog een keer slaan als een domme man. 2 keer. 3 keer. Ik kan weer niet hitten omdat die laser er is.
meer al mijn flesjes kwijt. Hier ook. Ik kan dit gewoon dodgen. Maar ik kies ervoor om dat niet te doen. En om dom te zijn. Zie je dat nou? Hier. Melchiades, die exhumed bishop. Wat levert mij de top? Dit was volgens mij een optional boss. Requiem Aeternam. Geen flesjes meer. Hier liggen scherven. Nog meer scherven, nog meer scherven, nog meer scherven. Waar gaat dit heen? Het verslaan van deze optional boss gaat naar een item. Deformed Mask of Orestes. Kijk. Weer een deformed mask. En daar had ik er dus al eerder een van gevonden, zo'n deformed mask. En we krijgen daar weer een bericht over. Creëer een shortcut. Daarboven is een... Ja. Healing plek. En dan moet ik even naar die lift. Want die lift gaat mij... daar kan ik nog een masker in douwen. Kan ik nog een masker indouwen nu? Nu ik een extra masker heb gepakt. Denk ik. Oh ja, ik kan niet door de beest heen. Ik moet hem verslaan. Zich wel te doen. Maar waar is dan die grote lift met die maskers? Nee. Oh. Volgens mij. Ja. Kijk, want ik heb nu nog een masker gevonden. Kijk, die voor Mask of Orestes. Geef. Dan gaat er nog eentje open. Kan die dan nu ook twee verdiepingen naar boven? Nu ik twee maskers heb unlocked. Ja. Dat kan zeker. En dat brengt mij naar een nieuwe locatie. Als ik een fast travel vind, dan ga ik daar eventjes opslaan. Nou kijk, speak of the devil. Kijk, dan gaan we hier weer even saven. En dan gaan wij in de volgende video verder op onderzoek uit. Dus graag, tot dan!